Ik heb kort geleden een boek gelezen, een Zweeds boek, en het is echt verschrikkelijk dat ik de naam van de schrijfster, een beeldschone Zweedse schrijfster. Het boek heet Dooi en het is een ineengevlochten verhaal van vier mensen die allemaal in de war zijn omdat een vader en een dochter op het voorjaarsijs zijn gegaan en zijn verdwenen. Het later blijkt ook dat ze verdronken zijn. Maar vooral de vervlechting van die vier verhalen, die allemaal, van al die mensen die heel treurig en heel upset zijn en ook benieuwd wat er precies gebeurd is, dat is echt fantastisch, ook qua compositie, zal ik maar zeggen. En heel mooi geschreven.